De schepbak van een kleine graafmachine is verbonden aan de hefarm ACDI. Dat is deze hefarm. Die roteert rond het punt A, rond dit punt. Een zuiger BC is met scharnieren verbonden aan het frame in het punt B en aan de arm van de schepbak in het punt C. De schepbak wordt opgetild door de lengte van de zuiger te vergroten. De linkerhelft van de figuur tot de machine met de hefarm in een rusttoestand. De rechterhelft van de figuur toont een andere stand van de machine. De stand van de hefbak, schepbak hangt af van de georiënteerde hoek alfa tussen de positieve x-as. De x-as is deze, dus dat is de hoek alfa. Tussen deze as en de lijn AC. Als de lengte van de zuiger BC een klein beetje vergroot, zal het punt C een kleine verplaatsing maken in de richting evenwijdig met een eenheidsvector, die we E noemen. Wat zijn de coördinaten van deze eenheidsvector? Dus het eerste dat we moeten gaan doen, is gaan zoeken hoe die eenheidsvector gericht staat. Dus proberen die aan te duiden op de figuur. En dan in een tweede stap kunnen we daar de coördinaten van gaan zoeken. Wat weten we? Dat is dat die schepbak samen met die hefarm een star lichaam is en dat dat op zijn geheel roteert rond het punt A. Dat betekent dus dat het punt C op een vaste afstand van A beweegt, want die afstand AC die kan niet veranderen omdat dit een star lichaam is. Dus die afstand AC blijft constant. Dit betekent dat C beweegt op een cirkel rond A. Dus laten we dat een keer gaan tekenen. We hebben hier zo de x-as. We hebben hier het punt C. En dat beweegt op een cirkel rond A. En dit hier is de hoek alfa, die eigenlijk de stand van het punt C zal bepalen. En nu zal punt C een kleine verplaatsing maken. Een kleine verplaatsing is altijd rakend aan zijn baan. Rakend aan de baan hier in C is rakend aan de cirkel. En dit is de vector E die we moeten gaan zoeken. Goed, dit was een eerste hint. Nu kan je eventjes op pauze zetten. En dan kan ik straks verder. Oké, rakend aan een cirkel, wat betekent dat? Een raaklijn aan een cirkel staat altijd loodrecht op een straal. Als we hier ook een as evenwijdig aan de x-as tekenen. Dit is de hoek alfa. Dan is de grootte van deze hoek ook alfa. Deze is hier 90 graden. Dus deze hoek kunnen we ook gaan berekenen. Let op, deze hoek is negatief in deze situatie. Als je hier kijkt, in deze situatie, hebben we zo, dat is alfa, dat is punt C. Als die lengte van die zuiger een beetje vergroot, zal die naar ginder gaan bewegen. Controleer als je resultaat van wat je hier invult, zowel voor deze situatie als voor de tweede situatie, opgaat.